Door de COVID-19-pandemie heeft ook de kunstsector flinke klappen gehad. En dat weten de kunstenaars in Suriname als geen ander. Onlangs is kunstenaar Marcel Pinas naar Nederland afgereisd. Voor niet één, maar voor twee tentoonstellingen. En we gaan nu met Marcel praten. Marcel zit op dit moment in Horen, waar de voorbereidingen gaande zijn voor de tweede tentoonstelling. Maar ik wil met Marcel eerst praten over de tentoonstelling die op dit moment gaande is. Dag Marcel. Ja, dag Rosita. Oké, er is de vorige week een tentoonstelling begonnen. Wat kun je ons daarover vertellen? Oh, nou, dat is een groep tentoonstelling. Dat gaande is in Museum Rijswijk. Het is namelijk de Textiel Biennale. Dus het museum heeft dan 20 kunstenaars uitgenodigd die bezig is op een of andere manier met textiel verwerken in hun kunstwerken. En die dan werkstukken maken die te doen aan zo die biennale in zeg maar, het Museum Rijswijk. Oké, en wat is jouw kunstwerk? Wat heb jij gedaan dit keer? Ik heb een werkstuk gemaakt, Kiwi Wikoni. Het is een werkstuk bestaande uit 2800 flessen. En die flessen zijn gewikkeld met Wani. En in principe het is het de kennis van onze voorouders. Dat er nog heel veel kennis in Suriname zit. En hoe we daarmee omgaan. Dus eigenlijk het moet die kennis van ons symboliseren. Zeg maar, en die flessen. Dus we zijn al een beetje bezig met dit project. Het leuke daarvan is dat vanaf januari zijn we gestart. Er zal heel veel geld kosten om die verwikkelde flessen van Suriname te verschepen naar Nederland. Dus we zijn met het idee gekomen om lokale mensen op te trommelen, om die flessen te verzamelen en zij zelf die flessen gaan wikkelen. Weet je, en dat is heel belangrijk, de participatie van de lokale gemeenschap. Maar dan hebben ze natuurlijk ook heel veel vragen, maar wat flessen, waarom die flessen? Yeah. Weet je, en dat is heel belangrijk dat onze cultuur wordt uitgedragen, weet je? Die kennis, hoe wij wonen, hoe wij leven. Weet je, en daardoor trigger je ook heel veel mensen om. Ja, meer interesse te hebben voor ons, meer interesse te hebben voor de Marons, voor die kennis, maar ook meer interesse voor Suriname. Weet je, dus, en dat vinden we heel belangrijk, dat we met kunst dat kunnen realiseren. En ik hoor je zeggen 2800 flessen. Is er ook een reden waarom er voor dit aantal is gekozen? Want het zijn ontzettend veel flessen. Ja, het zijn ontzettend veel flessen. In principe wil je gaan naar 28.500 flessen, maar dat zouden we niet halen. Ja. Die 28.000 flessen symboliseert ook de aantal slaven die toen zijn verschepen vanuit Afrika naar Suriname. En 1/10 daarvan heb ik dan gebruikt. Dus is ook een stukje weer kennis die je dan overdraagt. Want dat zijn dingen die ik ook niet wist. Maar doordat je bijvoorbeeld met Alex van Cyprian, historicus praat, weet je dan. Kom je achter die aantallen. En zo probeer je dan het verleden te verwerken in de kunstwerk. Ik vind het wel bijzonder dat je dat zegt. En ik las ergens ook dat je zorgen maakt dat deze kennis allemaal verloren gaat. En dat je middels de tentoonstelling ons eigenlijk erop wil wijzen
dat we dat niet moeten doen, hè? Dat we moeten letten op wat onze geschiedenis ons heeft gebracht. Is dat het doel van deze flessen, van Kibiwi? Ja, in principe weet je, dus mijn werk gaat daarover, de traditionele kennis. Hoe gaan we daarmee om? Als je goed nagaat, de kennis die wij hebben in het binnenland van Suriname, dat hebben de mensen in Paramaribo niet. Dat hebben die mensen in Nederland niet. Kijk maar naar wat er nu gebeurt met de wereld. Global warming, overstroming hier, overstroming daar. Weet je, ga goed na. En een manier om dit te voorkomen is weer back to the basics. En wie leeft op beter met de natuur? Wie weet beter om te gaan met de natuur? Het zijn de Maas en de inheemse. Die hebben jaren in het bos gewoond. Ze hebben niet zo grootschalig aan houtkap gedaan. Ze hebben niet zo grootschalig aan goudroof gedaan. Weet je, wie zijn die mensen die dat doen? Dat zijn mensen van Paramaribo. Of het zijn die Canadese, weet je, die dan komen en alles, de natuur vernietigen, weet je. Dus we kunnen heel veel leren van, zeg maar, de landbewoners. Kijk maar naar die hebzucht die er nu is in de wereld. Iedereen wil een stukje land, weet je. Bijvoorbeeld een zekere parlementariër, die heeft bijna 25.000 hectare aan land. Weet je, terwijl we dat is niet bekend bij de Marons, de inheemse. We maken gewoon een hut en daarin leven we. Weet je, en that's it. We zeggen niet van, we willen zoveel land. Waarom we nu het probleem van die landrechten plaatsvindt, is omdat we nu worden bedreigd door buiten, de mensen van buiten, die grote lappen grond pikken, koud zoeken en ons leven in gevaar brengen. Beter is, wij weten beter om te gaan met de natuur. En dat is de les dat we de wereld kunnen leren. Dat zal ons voeren naar een heel ander onderwerp, Marcel. Ik wil even terug naar de textiel biennale. Hoe heeft het publiek tot nu toe gereageerd op de tentoonstelling en met name jouw deelname? Nee, ze vinden het heel bijzonder. Vooral bijvoorbeeld die mensen die hebben geparticipeerd, die hebben zoveel vragen. Die hebben vanaf januari zijn ze bezig. En die keken ook naar het moment om Marcel te ontmoeten, om meer te vertellen over die flessen, om meer te vertellen over Maron cultuur. En het was heel bijzonder om te zijn bij die opening, want dan zie je ook mensen reageren. Hoe mensen geraakt worden door dat wat ze zien. En dat vind ik bijzonder. Dat is de kracht van onze cultuur eigenlijk. Dat wij aan toegevoegde waarde voor de kunst zien in de wereld. Dat wanneer ze kunstwerken zien, dat het hun, het maakt hun stil. Er komen zoveel vragen, want ze zien het voor het eerst. En dat is bijzonder. Yeah. Dat vanuit Suriname, die bijdrage vanuit Suriname kan. Ja, vanuit welke landen zijn er nog meer kunstenaars vertegenwoordigd in deze expo? Dus er zijn kunstenaars uit Nederland, uit Amerika, uit Engeland, uit Japan en een paar Oost-Europese landen. Okay. Ja. En tot wanneer loopt de textielbiennale? De textielbiennale die loopt eigenlijk tot derde week januari. Okay, maar je bent in Nederland om nog een reden. Volgende week, zaterdag, om precies te zijn, op 11 september, is er nog een opening van een tentoonstelling met jouw werk, Kubutu, als ik het goed uitspreek. Kun je vertellen waar dat over gaat? Kubutu is een verzameling van activiteiten. Kubutu is een verzameling van verschillende kunstwerken. En in principe, we staan er niet bij stil dat wij onze cultuur verwateren. Want wij proberen alles van het Westen over te nemen. En daardoor
laten we los wat van ons is. En dat wat van ons is, dat maakt ons eigenlijk bijzonder. En op een gegeven moment gaat het niet meer interessant zijn voor bijvoorbeeld voor anderen om ons te bezoeken, want dan zijn we onderdeel van, we zijn niet meer speciaal. En onze cultuur, dat is heel bijzonder. We kunnen in principe van onze cultuur leven, want dat maakt ons anders. Dat gaat toerisme stimuleren, dat gaat het eigenaar stimuleren en dat gaat leiden tot de productie. En dat is inkomsten genereren voor ons. In principe, dat is duurzamer dan wat we nu doen. Alle goud, dat zit dus al op, weghalen en exporteren. Dus we moeten bewust nu gaan denken hoe we daarmee omgaan. Dus in principe de tentoonstelling, die wil dat hiermee laten zien. Wat er ook gaat gebeuren op die tentoonstelling is het samengang, het Afakam monument dat het onthuld wordt. Het is een acht symbolen van het Afakaschrift. En daarmee heb ik ruimtelijke object gemaakt met kort en staal. En dat is aangekocht door gemeente Horen. En dat wordt onthuld. Dat komt op een heel bijzondere plek wanneer je in Horen aankomt. Dat je het ziet. En dat is een deel van Suriname. Dat kunst. Ja, dat dan daar tentoongesteld wordt. Ja. Ja, en dat het daar blijft. Dus die link weer naar Suriname. Wanneer je hier komt, ga je het Afakaschrift zien. Wat is het Afakaschrift? Wat Afakaschrift is. Het is een schrift ontwikkeld door de Maron-gemeenschap in Suriname, weet je? Dus die bruggenbouw. En ik vind het zelf bijzonder dat staat te gebeuren. Maar denk je dat de boodschap overkomt? Want ik hoor je zeggen, we nemen veel van het Westen over zonder dat we het doorhebben. Denk je dat de boodschap overkomt in het Westen waar de tentoonstelling gaande is? Ja, ze snappen het. Ik bedoel, ze snappen het. Ze begrijpen het. En daarom vinden ze het heel bijzonder dat, zeg maar, die boodschap doorgaat. Dus daarom die interesse ook. Daarom wordt het zo vaak uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Begrijp je? Aan wat er allemaal komt. Dat je mensen bewust maakt van, we moeten anders te werk gaan. We moeten meer gaan nadenken over wat we precies willen met de wereld. We moeten meer gaan nadenken hoe we leven. Alles dat we doen, laten we nadenken van wat is de impact op mensen om me heen? Wat is de impact van mijn handeling op de wereld? En dat lukt al heel erg. Een waardige uitdragen weer van, of een waardige manier van het uitdragen van Suriname alweer, Marcel Pinas. Ik wil je bedanken voor dit moment en je vooral heel veel succes toewensen de volgende week. Ik hoop dat wij uiteraard ook het materiaal krijgen of dat wij op die manier dat ook kunnen delen met Suriname. Tot besluit, de Surinamers die in Nederland zitten, wat wil je nog aan ze zeggen? Ja, ik wil iedereen uitnodigen om van dit moment gebruik te maken. Want als ik me goed ga herinneren, dit is de eerste keer dat een vanuit Suriname opererende kunstenaar in de gelegenheid is gekomen om een object in outdoor te plaatsen met roots uit Suriname die, zeg maar, Suriname op de kaart zet. Dus ik wil zoveel mogelijk Surinamers uitnodigen om deel te nemen. Om te komen kijken wat er allemaal hebben gepresenteerd bij die tentoonstelling Kobutu. Ik wil toch nog de vraag stellen, Marcel. Is hiermee de wedergeboorte van de kunst tijdens de pandemie, is het hiermee een feit? Want het lag een hele tijd stil natuurlijk. Ja, dus in principe, ik denk dat er nu gaat gebeuren. Want er komen een heleboel dingen nu in beweging.
Er zijn ook meer uitnodigingen om mee te doen aan verschillende activiteiten. En er zijn heel wat kunstenaars ook, verzamelaars die richting Suriname willen. Weet je, dus het moment dat, ik denk dat het ja, komend jaar dat een beetje gaat lopen. En ja, dan is het nieuw wereld weer open om, ja, om te participeren en mee te doen. Top. Nou, dankjewel Marcel en nogmaals succes next week. Oké, graag gedaan. Oké, dat was dan het gesprek dat we hadden met kunstenaar Marcel Pinas. Hij is uit Suriname gehaald om in Nederland twee tentoonstellingen, deel te nemen aan twee tentoonstellingen. En zoals u zelf heeft gehoord, de ene is op dit moment al gaande, dat is de Textiel Biennale. En op 11 september wordt er in Hoorn een speciaal kunstwerk ontwikkeld. Uiteraard zullen wij u dat nieuws tegen die tijd ook brengen. Dank u wel voor dit moment en tot de volgende keer.